Nu ga ik het dan even hebben over het licht reshuffen. Voor de mensen die die term nog niet zo goed kennen, reshuffen wil eigenlijk zeggen op een race all-in gaan. Dus re-racen all-in. En er zijn redelijk veel spots in toernooien waar dat een goede play is om chips te winnen. Een type voorbeeld is bijvoorbeeld als een zeer agressieve speler in late positie opent en jij zit daar dan achter met 18 à 22 big blinds ongeveer. Dat is een redelijk goede spot om wide te reshuffen, omdat hij zo vaak opent. Dat betekent ook dat hij heel vaak zal moeten folden op een re-race all-in, omdat ja, hij kan wel openen met handen zoals boer 5 suited en zo, maar hij kan natuurlijk geen all-in daarmee callen voor 20 blinds. Als iemand dat wel doet natuurlijk, verandert dat de hele zaak en kan je enkel de goede handen repushen. Maar de meeste mensen zullen vaak racen als ze big stack zijn, maar callen met een heel beperkt aantal handen, zoals 8% van de handen ongeveer, terwijl ze misschien wel 40% van de keren openen. Dus dat wil zeggen dat hij 1 keer op 5 maar zal callen als je all-in pusht. Dus 80% van de keren win je gewoon de chips die al in de pot liggen van de blinds en de antes, plus de race van de big stack. Dus dan kan jij met heel veel handen all-in pushen, zoals alle pocket pairs, de meeste Broadway handen, King Queen, King Jack, ook suited connectors, 8-7 suited, 9-7 suited, boer 10 of suit, al die type handen kan je dan redelijk winstgevend all-in pushen tegen de juiste persoon. Het is heel belangrijk dat hij heel veel opent en dat hij niet te veel callt op een all-in. Dus dat is heel belangrijk om te kijken met welke type speler je te maken hebt. Er zijn ook nog andere factoren die belangrijk kunnen zijn. Als jij zelf bijvoorbeeld heel tight hebt gespeeld, wordt het een nog beter play, omdat die all-in van jezelf dan meer respect zal krijgen. Als je een uur lang niks gedaan hebt en dan race iemand en dan ga je ineens all-in, gaan ze met nog minder aan de callen misschien dan die 8% die ik hier net zei. Dus dat zijn hele goede spots om chips te winnen en die stack op peil te houden als je rond de 20 blinds hebt. Want als je dan enkel wacht op de echte monsterhanden, dan ga je te vaak gewoon wegblinden omdat de blinds en antes blijven komen. En dan ja, heb je niet genoeg handen de tijd om te wachten op de echte monsters. Dus het is best om dan agressief te blijven en in de juiste spots te proberen reshuffen tegen big stacks die in late positie openen bijvoorbeeld.